Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de Klas Draai Door. We hebben vanavond Ali B. Yo, Ali B, met de lup. We hebben vanavond ook de minister-president, Maro Rutte. En de laatste gast, kan niet waar zijn, de professor, kan niet waar zijn. Ali B, je hebt een nieuw talent gevonden bij de Voice Kids. Hoe gaat het ermee? Je weet zelf, altijd als ze bij mij komen, dat is top talent. En daar hebben we beelden van. Ik ben degene die bepaalt. Ja, maar Rutte, heb je eigenlijk wel tijd om naar de televisie te kijken? Nou, ik ben ook druk met het land te besturen. Ja, maar er zijn wel problemen in Nederland. Ja man, waar is al dat geld? Iedereen leeft in armoede. We zijn op dit moment bezig om een plan te bedenken. Kun je ons iets vertellen over die plannen? Ik zit in de politiek en ik heb niks aan jullie te vertellen. Yo gast, waarom zit je dan hier? Ik moet mijn gezicht wel af en toe laten zien. Nou minister-president, daar heb ik een plan. Een plan? Een plan? Een plan! Ik heb een goed plan om de crisis op te lossen. Nou, ik ben benieuwd. Laten wij eens alle kinderrechten afschaffen. Het publiek is in shock. Ik denk dat je wat uit te leggen hebt. Matthijs, ik heb een idee. Als we eerst het onderwijs afschaffen, dat scheelt ons dan 10 miljard. Wow. We moeten het ook nog over de zorg hebben, minister-president. De zorg? Ja, de zorg voor kinderen. Weet je hoeveel geld ons dat kost? Nou, in mijn hoofd, 13 miljard. Nou, dat klinkt als heel veel geld, dus jij wil de kinderrechten afschaffen. Ja, dat is maar een idee. Bravo! De dag na de uitzending werd het plan meteen uitgevoerd. Hadden jullie het programma gezien van de Klas Draai Door? Ja, belachelijk met die kinderrechten. Ze gaan het toch niet echt afschaffen? Ik hoop het niet. Ja, jongens en meisjes, het recht op onderwijs is afgeschaft. Ga maar naar huis. Hé, wat? Het kan niet waar zijn. Woe! Nog meer kinderrechten afschaffen. Doe die klap open. Wat hebben we allemaal? Recht op privacy, recht op zorg. Alle kinderrechten werden afgeschaft. Hoppa, weer een paar miljoen erbij. Die kan weg. Die kan weg. Hé, het is tijd voor champagne. We zijn reus. Weg ermee! Yeah! Toen kwam professor kan niet waar zijn binnen. Jullie hadden mij nodig? Daar is hij dan! De held van Nederland! Ik snap eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand is. Je bent de held van de dag! Je plan werkt perfect! Je hebt ons lang uit de crisis geholpen! Woehoe! De meester vindt het maar niks. Nou, ik had me wat anders voorgesteld van de staking. Nou, inderdaad. De kinderen wisten niet wat ze moesten doen. De speeltoestellen werden afgebroken. Weg met de speeltoestellen. Wat is dit? Jullie speeltoestellen gaan weg. Wen er maar aan. Oh nee. Hè. Zelfs prinses Amalia moest afwassen. Kom prinsesje, een beetje doorpoetsen. Maar pap, waar moet nou werken? Ik ben een prinses. Amalia, ik doe geen tegenspraak. Maar pap. Je moet gewoon doorgaan met afwassen, dat staat in de wet. Maar pap, ik haat de wet. Ik ga er iets aan doen. Ik ga actie ondernemen. Amalia. Kinderen balen ontzettend. Dat kan toch niet? Ze pakken onze speelplaats af. Moeten we nou zelf gaan werken? We zijn toch kinderen, we moeten toch naar school? Kom, we gaan naar de supermarkt. Ik heb honger gekregen. 12 voor 10 euro korting bij Toverland, bij Jan Linde. Kinderen komen niet binnen bij de supermarkt. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Ik heb honger, ik wil eten, ik heb een euro bij me. We mogen toch wel eten kopen? Nee, jullie moeten werken. De kinderen kregen de keuze om te werken of weg te gaan. Ja, hallo, doei! De vrouw van de supermarkt schakelt de wijkagent in. Nee, de wijkagent! We waren op weg naar onze werk. Daar geloof ik helemaal niks van. Oké, we moeten vluchten. Dat dacht ik dus niet. Jullie komen met mij mee. De wijkagent is boos op de kinderen, want ze moeten werken. Zo wijkagent, wat heb je voor me meegenomen? Deze kinderen moeten nu meteen aan het werk. Ik heb wel wat leuk werk voor hen. Hier, pak aan. En nu werken, allemaal nu werken. Maar dat kan niet waar zijn. Het werk is levensgevaarlijk. Dit is toch veel te gevaarlijk werk? Auw, mijn vinger! En de baas doet helemaal niks.
Hey, doorwerken jullie, doorwerken! Maar ik heb hoogtevrees, wow. Oh nee! Oh, dit doet pijn. De kinderen zijn gewond. Dit is kindermishandeling. Kom, we gaan naar huis. Inderdaad. Hey mam, we zijn thuis. Thuis? Jullie moeten werken. Hebben jullie niet de nieuwe wetten gelezen? Nieuwe wetten? Wat is hier allemaal aan de hand? Ja, jullie moeten werken voor jullie geld. Maar we hebben geen zin om te werken, we zijn kinderen. Nou, als je niet ergens anders wil werken, dan ga je maar thuis werken. Er is van alles te doen. Stofzuigen, schoonmaken, afwas. Maar dat hoeven de kinderen toch niet allemaal te doen? Blijf dan maar staan ook. Hey, prinses Amalia is op tv. De kinderrechten moeten terug. Ach, wat weet dat kind daar nou van? Ik, prinses Amalia, ga hiervoor vechten. En ik wil alle kinderen oproepen voor mij mee te helpen. Nu hebben jullie nu genoeg naar de televisie gekeken. Aan het werk. De kinderen zijn verdwenen. Huh? Waar zijn de kinderen nou gebleven? Ach ja, wat maakt het toch uit? TV kijken is toch belangrijker? De professor is benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Het wordt een vakantieresort voor jou. Alles is super geluxe. Je hebt een zwembad, een jacuzzi. En wat dacht je van je bowlingbaan? Op het dak. De professor heeft een beetje spijt. Veel plezier. En wil gaan kijken. En, zijn jullie klaar om te werken? Nee, eigenlijk niet. Ik ben er nu bij. Prinses Amalia! Die kinderarbeid gaat nu stoppen. Dat dacht ik niet, want dat staat in de wet. Straks de koningin ben, dan verander ik de wet. Mag ik vragen wat hier aan de hand is? We zijn een villa aan het maken. Ja, maar daar gebruik je toch geen kinderen voor? De professor zegt wat hij ervan vindt. Het kan niet waar zijn. Professor kan niet waar zijn, u moet zich schamen. Ja, ik schaam me ook. Ik ga het meteen voor jullie oplossen. Wie ga je bellen dan? Ik ben de redactie en het bellen van de klas draait door. Mensen, het is volledig uit de hand gelopen. Dit plan was het slechtste plan ooit. Ho, ho, doe maar eens rustig, minister-president. Ja, want jij hebt het idee uiteindelijk uitgevoerd. Nou, ik ben ook schuldig. Nou, je moet alle kinderrechten weer toelaten. Ja, het recht op zorg, het recht op privacy, het recht op onderwijs. Welkom jongens en meisjes, wat ben ik blij dat jullie er weer zijn. Welkom terug. Hoi. Nou, het recht op onderwijs is weer terug, dus pak jullie rekenboeken maar. Ik kan niet wachten op mijn recht op vakantie. We hebben vanavond tafelgasten, maar ook onze tafelgast Ali B. Ja, dat kwam er niet heel lekker. Waar. Ja, dat is niet erg, maar dat is leuk voor bij de bloopers. Ja, precies. We hebben vijf gasten vanavond, maar vandaag is onze tafelgast Ali B. Daar even stil. En actie! Zoals ik kijk naar jullie programma. Jezelf. Ik weet hoe we de crisis kunnen... Ik heb een plan om de scri... Sorry dat mijn plan zo uit de hand is gelopen. Ja, belangrijk met die kinderen. Nee, oké, nu is het nog even grappig en even spannend. Hè? Wat? Oké, ja, zonder te lachen op het einde. Woehoe! High five! Nog een keer, nog een... Wat hebben we nou allemaal? Recht op privacy. En weer een miljard erbij! Oh, je keek op het einde naar mij, maar je... Woehoe! Niet naar mij kijken terwijl je dat doet, alsjeblieft. Daar is hij dan! De grote held, de geld van Nederland! De geld? Je bent de held van de dag, je plan... Oh, je bent de held van de dag, je plan werd van taxi... Van taxi? Van taxi! Ja, die is leuk. Oh. Oké. Oh, daar lopen ze. Dus ik moet zeggen... Oh ja. Oh ja. En jij wordt onze nieuwe vicepresident. Nee, niet de vicepresident, de vice-minister-president. Zo, de recht op zorg is nu echt afgelast. Afgeschaft. Zo, de recht op zorg is nu echt afgeschaft. Zo, de recht op zorg is nu echt afgeschaft, Rietje. Zo, de recht op zorg is nu echt afgelast. Afgeschaft. 3, 2, 1. Zo, de recht op zorg is nu afgelast. Afgeschaft.